Goeiedag mensen, welkom terug bij De Andere Kant, de 41ste editie van 2022, dus laat ik maar snel beginnen. Nou, we beginnen met het hoofdartikel, Maxima pleit voor controlewapen digitale munt. Ja, ze was bij een conferentie in Washington, daarin werd de Central Bank Digital Currency openhartig besproken, waarin zij een grote rol had, natuurlijk een grote verschuiving in de financiële sector, in onze hele samenleving, in de wereld. Zij is daar heel erg voor. Wat houdt het nou precies in voor ons als mensen als zoiets zou plaatsnemen? En hoe moeten we daar ook op de hoede voor zijn? En je leest hier nog veel meer over in de krant zo. Verder op de hoofdpagina hebben we nog een verhaal over de privatisering van Intravac. Nou, Intravac is misschien voor veel mensen niet heel erg bekend, maar het is een bedrijf die wel heel bekend is in de vaccinatiewereld. Want een derde van alle vaccinaties die gemaakt worden, die worden met de technologie van Intravac gemaakt. Op de vierde pagina hebben we een groot stuk dat Els van Hamel heeft geschreven over de nieuwe insectenkwekerij en de gedragssturing die gaat over eten en consumptie. Maar ja, dan kan ik meteen doorgaan op pagina 6. Hebben we een grote spread over de MKB en natuurlijk de mensen die daar allemaal te maken mee hebben. Dus we hebben een paar hele mooie interviews. We hebben een groot stuk over 5G. Sylvia Slegers die schrijft vaker over 5G, waarin wordt gesteld dat de gezondheidsraad met geruststelling kan zeggen dat 5G niet het nieuwe asbest is. Nou, dat klinkt fantastisch natuurlijk. Maar Sylvia gaat er wat dieper in en die heeft een aantal grote studies bijgepakt. En die gaat kijken of dat nou echt waar is. We hebben een groot interview met de familie die vanuit Australië is gevlucht naar Nederland. Er staat hier ook no jab, no pay, no job. De regels die zijn al zo vergaand in Australië. Die hebben ervoor gekozen om naar Nederland toe te verhuizen, eigenlijk als vluchtpoging. En ik heb nog een hele leuke mededeling. We hebben nu als nieuw in de krant verbinders. Lezers die kunnen in de andere krant vanaf nu voor 10 euro een verbinder plaatsen. En daarin kunnen ze een oproep doen, iets aanbieden of iets vragen. En dan kunnen we elkaar wat makkelijker opzoeken. De krant ligt vandaag bij onze abonnees in de bus. En vanaf dinsdag in de winkels. Dus wil je de andere krant, koop hem in de winkel, bestel hem online, steun de andere krant met een abonnement en heel veel leesplezier en hartstikke bedankt.